goedemiddag en welkom. Ik moet u eerlijk zeggen dat ik licht geëmotioneerd ben, omdat we hier zo naar hebben uitgekeken. Maar voordat ik begin met mijn tekst, past het natuurlijk. In Amsterdam Zuidoost zeggen ze altijd, je moet eerst dank zeggen. Dan pas mag je met andere dingen beginnen. En ik ga dank zeggen aan een aantal mensen. Allereerst in de traditie van de heer Nelson Mandela zeg ik natuurlijk dank aan de bewoners van Amsterdam. Ik zeg dank aan de geïnteresseerden die hier zijn. En ik zeg hartelijk welkom aan de burgemeester, mevrouw Femke Halsema. Ik zeg hartelijk welkom aan burgemeester Joyce Langakker. Ik zeg heel hartelijk welkom aan natuurlijk onze wethouder, mevrouw Miljani. Ik zeg welkom aan mevrouw Elvira Sweet. Ik zeg welkom aan al die prachtige mensen die hier staan en waarvan ik weet dat ik een aantal ben vergeten en die straks naar me toe gaan komen en gaan zeggen, meisje, je hebt me niet genoemd. Sorry daarvoor, maar ik ben emotioneel, dus dan vergeet ik soms even iets. Dus we gaan het daaraan wijten. Maar natuurlijk, er zijn ook mensen die hebben mogelijk gemaakt dat dit ook financieel kon. En die moeten we ook dank zeggen. We zeggen dank aan het AFK, aan mevrouw Sarah Ber. We zeggen dank aan Prozus, aan de Rotary Club Amsterdam Zuidoost, aan de Rotary Club Amsterdam International, aan het cultuurfonds BBT. De ambassadeur van Zuid-Afrika zeggen we natuurlijk van harte welkom. En onze geweldige kunstenaar met wie ik heb mogen zoomen in coronatijd, Mahou, ontzettend welkom. Zoomen, niet zoenen, burgemeester. Het is wel zondagmiddag, maar niet zoenen. Natuurlijk, hartelijk welkom aan de leden van de stadsdeelcommissie. De leden van de kindercommissie, hun ouders, alle bewoners die hier voor dit mooie standbeeld, voor dit mooie monument hebben willen model staan, hun familie. Natuurlijk, Carry On The Move, haar vereniging. Dank voor jou altijd weer pittige kritiek. De pers, de ambtenaren, de directeur van Zuidoost. Natuurlijk de directeur van het programma Masterplan, CBK, Wise Guys. En dan denkt u, komt hier nog een einde aan het dankwoord? Natuurlijk niet, maar we gaan toch gewoon beginnen. Maar ik wil ook het team dat dit allemaal mogelijk heeft gemaakt, die prachtige meiden van onze eigen kunst en cultuur, wil ik echt dank zeggen. Want jullie, ook als ik gekke ideeën heb, dan zeggen jullie, gaan we doen. Zo had ik het idee van, waarom moet ik nou een speech gaan houden? Gewoon zo saai, ik wil dat niet. Ik wil het op muziek. En dan heb ik mijn broer, Orville Breeveld. Jullie weten, ik ben helemaal gek op hem. Hebben we hem bereid gevonden. Dus dank dat je hier wilt zijn en dan gaan we beginnen. Muziek raakt het hart. Net zoals Mandela vele harten heeft geraakt. In het hart leeft licht, leeft liefde. En Mandela koos vanuit licht en liefde zijn leiderschap. De zachte kracht van liefde om in een harde wereld leiding te geven. Liefdevol hebben wij uitgekeken naar dit gedenkteken van Amsterdam dat hier mag staan, in Amsterdam Zuidoost. Hier in het Nelson Mandela Park, waar vorig jaar nog 11.500 mensen stonden in het kader van Black Lives Matter. Al die mensen, zwart en wit, tegen racisme, tegen discriminatie en tegen uitsluiting. Helemaal in de geest van Nelson Mandela. Niet mensen tegenover elkaar, maar samen. Samen met elkaar tegen ongelijkheid en tegen onrechtvaardigheid. Machtig mooi dat dit gedenkteken hier staat. Als symbool van dat verlangen naar beter. Het verlangen naar mogelijkheden om gezamenlijk een beter bestaan op te bouwen. Ik hoop dat heel veel mensen vanuit heel Amsterdam, sterker, vanuit heel Nederland, nou eigenlijk vanuit heel de wereld, de metro willen pakken richting ons park. De reis willen maken naar dit stadsdeel met meer dan 170 nationaliteiten en culturen die het gedachtegoed van Nelson Mandela willen omhelzen.
Nelson Mandela, die ons iedere keer opnieuw inspireert om naar frisse inzichten te zoeken. Inzichten in wie wij kunnen worden. Vanuit de gedachte dat we elke dag beter kunnen zijn. En dat wij beter kunnen zijn als wij de gemeenschap wensen te dienen. Dat wij eerst leiders van ons eigen leven moeten worden. En dan pas kunnen we impact maken. Nelson Mandela was bevlogen. Hij had die oprechte intentie om het beter te maken voor de hele gemeenschap en niet slechts voor een paar individuen. De gemeenschap dienen en leider mogen zijn, dat moet je maar gegeven zijn. Dit gedenkteken is dan ook een eerbetoon aan alle die achter de leider staan. Immers, een leider kan slechts een gemeenschap dienen als die gemeenschap dat toelaat. Mandela had overigens nooit, maar dan ook nooit de intentie om vereerd te worden. Het enige wat hij wou was gelijke rechten voor iedereen. Ongeacht kleur, ongeacht karakter, ongeacht cultuur. Liefde, licht en leiderschap. Als wens voor iedereen die langs dit gedenkteken loopt, hier even zit en wellicht even mediteert. Mediteert op 3 woorden. Liefde voor de gemeenschap, voorbij het ego. Licht om te zien wat ons bindt. En leiderschap om te leven vanuit mogelijkheden. Mandela streeft naar die vooruitgang. En Amsterdam Zuidoost ook. Wij bouwen elke dag opnieuw. Elke dag opnieuw. Het is liefde voor de gemeenschap dat wij die kracht en het plezier kunnen vinden om hier te staan. En het is met die kracht, met dat plezier, dat wij nu educatiepakketten hebben om alle onze Amsterdamse kinderen te leren over Mandela en al die mensen die achter Mandela staan. En bovenal kunnen we hen leren dat ze mogen zijn wie zij willen zijn. In volle waardigheid. En het is met dat plezier dat ik nu stiekem een beetje politiek ga worden. Dat ik droom van een centrum hier in Zuidoost. Een centrum voor inclusief leiderschap. Omdat wij dat kunnen hier in Zuidoost. Ik wens ons in de nabijheid van dit gedenkteken een overvloed aan licht, aan liefde, aan leiderschap. Dank u wel. Dank u wel, Arthur.